angst of waarheid? Waar ga je voor? En niet als keuze, want dat kun je niet kiezen, maar je kunt wel kijken. Je kunt zien, volg ik een spoor wat gebaseerd is op angst en behoudzucht, of volg ik een spoor wat op vernieuwing, kans biedt op vernieuwing. Garanties zijn er nergens, maar dat kun je zien in jezelf. Als je een beetje eerlijk bent, weet je of je meestal de kant van de angsthaas kiest, of de spiritual warrior, zou ik maar zeggen. Dat weet je. Ja, als je verandering wil, is het niet handig om voor de angsthaas te vallen. Want die houdt altijd alles vast en klein. Maar goed, dan heb je wel misschien wat minder ruzie met de buren. Of je familie. Doe ik maar door, hè? Ja, ga je gewoon door, joh. Aan tafel hadden we het ook over verlichting. Oh ja. Er was iemand die... Ja. Was er was iemand die daar de verwachting van had. Als je verlicht bent, wat verandert dan? Is het dan zo dat je dan een soort extatische toestand terechtkomt? Nee, dat weet ik niet. Wat is dat voor jou geweest als je... Extatische toestanden zijn tijdelijke toestanden. Verlichting is permanent. En is niet een bepaald gevoel, niet een speciale ervaring. Er is eigenlijk geen rak aan. Als je verwacht dat het... Dus er is een enorm verschil tussen spirituele of mystieke ervaringen en de dingen zien zoals ze zijn. Het heeft eigenlijk niks met elkaar te maken. Dus ik zou verlichting het liefste vertalen met helderheid. En niet met een of andere geëxalteerde toestand. Is verlichting egoloosheid? Wat bedoel je dan, hè? Dat je ego gewoon geen kans meer krijgt dan dat je hem onmiddellijk iedere keer doorziet en laat gaan. Nee, nou doe je net alsof er twee ego's zijn. Dat je hem doorziet. Ja, dan heb je dat ja, twee. Je neemt hem gewaarzijn. Je verlichting betekent dat je inziet dat je gewaarzijn bent. En niet een eventueel wel of niet aanwezig ego. Ja. Ego is gewoon niet relevant. Ja, precies. Dus die laat je gewoon passeren. Zo kun je het niet zeggen. Sorry dat ik me gezift. Ego is een beweging. Is een illusie. Een illusie komt op of verdwijnt of komt niet op. Het is niet relevant. Ego is alleen relevant voor het ego. En ik heb wel eens die vergelijking gemaakt met Fata Morgana in de woestijn. Als je doorhebt, ja, dan ga ik ook raar praten, dat daar geen oase is, maar een luchtspiegeling. Ja, laat je het goed gaan. Je gaat dan niet daar je fiets aan een niet bestaande palmboom zetten. Weet je wel, maar je doet verder niks met die Fata Morgana. Je hebt er niks tegen of voor. Het bestaat gewoon niet. Nee, het zijn gewoon gedachten die voorbij zijn. Er zijn gedachten, er zijn emoties, er zijn fysieke sensaties. Maar niet een of ander claimende instantie. Het verschil is eigenlijk miniem. En toch is het gevolg ervan enorm. Als die herkenning er is, ik ben dat. Wat ik net al zei, is lijden gewoon onmogelijk. Ik kan alleen lijden als ik me laat verworden tot een iemand, tot een iets. En de afwezigheid van dat lijdend voorwerp, dat is heel lastig eigenlijk niet te communiceren. Tegelijkertijd, iedereen kent dit. Iedereen is regelmatig, ik denk iedere dag, in een toestand van, laten we zeggen, losheid. Dat dingen gewoon gebeuren en het organisme reageert gewoon zonder dat er een verhaal gemaakt wordt of drukte gemaakt wordt. Iets gaat zogenaamd goed, iets gaat zogenaamd niet goed. Het is allemaal oké.
En dan, net als die stijkende gedachte of beeld van Doris net, ineens voel je dan klapt. En dan zit er weer een of andere figuur aan het stuur. En was het maar zo, en wat hebben wij ooit verkeerd gedaan? En dan komt het hele drama weer op gang. En je denkt van, wow. Ja, maar dan begrijp ik het wel. Ja, het is al talens lastig, maar ja. Zeg maar, ik bewustzijn zie je af en toe dan en dan denk je, laat maar gaan. Dat. Nou, vanaf het moment zou je kunnen zeggen dat die herkenning, die werkelijke herkenning er is, neemt dat in beeld komen van die praatjesmaker af en af en af. Want het heeft geen bodem meer. Er wordt niet meer in geloofd. Maar net als een Fata Morgana in de woestijn, die kan nog wel optreden. Maar Fata Morgana's hebben geen effect. Want het is niet iets. Terwijl je daarvoor dacht je dat jij het was. Ja, dat ging helemaal mee heen. Ja, want bijna iedereen denkt dat dat wat er in zijn hoofd kwabbelt, niet alleen dat dat belangrijk is, maar dat hij dat is. Dat is weird. Maar dat dacht ik ook. Dat die gast die daar van alles zat af te wegen en denken het beter te weten. En hoe, als ik nou een beetje meer zo, dan voorkom ik dit. En weet je, al dat strategische gedoe. Ik dacht ook net als iedereen dat ik dat was. Dat ben ik nooit geweest. Het is gewoon waanzin die voorbij komt. En op een gegeven moment is die ontkoppeling zo duidelijk dat je hoort die waanzin amper meer. En soms komt hij nog en dan is het eigenlijk best wel grappig. Want je ziet in 2 seconden gewoon wat een bullshit er allemaal aan elkaar. Het is allemaal kralenrijgen van dingen die niks met elkaar te maken hebben. En dan daar op basis van conclusies trekken of een strategietje. Allemaal alsof je weet wat er later gaat gebeuren. Als ik dit dan. Nee, dat is mooi, want nu merk ik dat inderdaad. Ja, ik bewustzijn, laat het af en toe gaan. En af en toe inderdaad, dan zit je weer even in een drama en dan stap je eruit en denk je, ach, ja. Dat is weer, had hij me weer even zeg. Ja, precies. En hoe losser je daar in dit spel kunt staan, hoe minder effect dat zal hebben. Je zult merken dat het steeds korter gaat duren. Hè? Het spookie even probeert de boel over te nemen. En op een gegeven moment geef je er zo weinig meer om. Dan komt hij nog een keer aan en dan denk je van, oh god, daar heb je oma Henk weer met die doek over zijn kop. Ja, is goed. Weet je wel? En dan op een gegeven moment dan ben je eruit. En dan is gewoon de standaard toestand helderheid of hoe je dat verder uit wil drukken. Ja, en af en toe komt er nog eens iets voorbij. Ja, so what? Eigenlijk gebeurt er niks. Terwijl vanuit het ego-perspectief gebeuren er de hele tijd dingen en alles is heel belangrijk. Vanuit helderheid, ja, niks is eigenlijk heel belangrijk. Het ego, zeg maar, hoeft niet altijd als verstrikkend te voelen. Het kan ook een soort fantast zijn. Tuurlijk. En je te positief maken. Ja, yes, exact. Dat is hetzelfde, alleen de andere kant precies. Op. Precies. En diezelfde mag je ook lekker laten schieten. Uiteraard, ja. En als de een verdwijnt, verdwijnt ook de ander. Want het zijn gewoon 2 kanten van dezelfde medaille. Ja, dus in de een kan je de ander zoeken. Ja, ja. Natuurlijk. Het is in feite beide kanten op een vorm van overdrijven. Ja. Dingen leuker maken dan ze zijn. Of belangrijker in de positieve zin. Of belangrijker in de... Oh, oh.